Ja, Fred Rutte, volgens mij om 10:45 was het sein van we gaan voetballen. Ja, zo lijkt het dan. Man. Ik moet zeggen dat we een zwakke eerste helft hebben afgeserveerd. Waarbij we zeg maar, al heel vroeg op de achterstand kwamen. En, ja, het team schrok daar enorm van. En dan na een half uur sta je het veen al achter. Ja, dan, Europees gezien is dat dan heel moeilijk om dat weer te herstellen. En, ik denk dat we de tweede helft dat we dat beter hebben gedaan. In de eerste helft hadden we hier slordig bij bal zitten. Dat was allemaal niet goed. En ik denk dat we de tweede helft wel wat beter hebben gedaan. Schrok je daarvan, het niveau van vanavond, met name dan die eerste helft? Ja, kijk, ik schrik niet zo heel snel. Tuurlijk ben je daar niet tevreden mee. Dat is ook heel... heel helder. Maar ondanks dat, ik zeg niet dat we kansen creëerden, maar we kwamen toch een aantal keren wel heel goed door. En dan zie je namelijk ook dat er een aantal mogelijkheden zijn. En ja, dan moet je een beetje geluk hebben. Van de andere kant kunnen ze ook 3-0 maken en dan is de wedstrijd helemaal gelopen, denk ik. Ja, je moet wat geluk hebben en dat komt dan in de 83e minuut, denk ik. Ja, maar de tweede helft denk ik wel dat we de controle hadden. Hoor. Ze hebben denk ik de tweede helft ik denk geen kans meer gehad. Ja, één moment nog. En dan schuift hij de bal naast, dacht ik. Ja, en dan maken we 2-2. Maar voor hetzelfde geld maken we ook nog 3-2. Dus die optie lag er wel natuurlijk. Sta je dan als morele winnaar? Nee, het is een heel dubbel gevoel. Kijk, natuurlijk ben je blij dat je een punt hebt gepakt en een 2-2. Maar gezien het wedstrijdbeeld ben ik absoluut niet tevreden over. Kun je in één woord deze avond voor jou beschrijven? Nee, dat is heel moeilijk. Ik heb er niet één woord voor, daar kan je niet één woord voor vinden. Tot slot, Europees is gewoon een goede uitslag. Europees gezien is het een goede uitslag, maar de wedstrijd zelf, dat is namelijk niet goed.